eenmaal dat we ons bewust waren van dat het eetprobleem breder was dan enkel maar het eetprobleem, gaf dat ons ook wel een stukje de geruststelling van oké, we moeten aan dat eten werken, maar we gaan dat niet ineens kunnen oplossen. En ik denk dat dat heel erg de realiteit is, hè, van dat Lucas nog altijd heel eenzijdig en heel specifiek eet. Hij eet heel beperkt. Hij eet bijvoorbeeld hier thuis maar 1 à 2 menu's. Eet als vlees eigenlijk enkele gehaktballetjes en komkommer als groente. Balletjes, rijst en komkommers. Op een andere plek kan hij dan weer andere dingen eten. Hè. We nemen hem soms mee op restaurant en daar eet hij altijd frietjes met gehaktballetjes met tomatensaus. Dat kan dan weer wel. Wat kunnen ouders doen als het gaat om bijvoorbeeld variatie brengen in het eten? Een regel is of een advies kan zijn van gaat het wennen aan nieuwe smaken en het wennen aan nieuw voedsel loskoppelen van de maaltijd. Ga daar geen druk op zetten. Een maaltijd is comfort, is lust, maar probeer daarnaast wel uit te nodigen in proefsessies, in de keuken, af en toe iets aanbieden, zodanig dat het kind zich niet onder druk gezet wordt om dingen te moeten eten. Ga niet chanteren. Dat werkt niet bij kinderen met autisme. Bijvoorbeeld onze oppas Veerle heeft gepland om volgende maandag met hem opnieuw banaan te proeven. In de vakantie heeft hij enkel appel gegeten, terwijl met haar proeft hij af en toe andere dingen, zoals kiwi, aardbei. Dus hij kan het wel, maar aan ons linkt hij vaak dat ene menu aan de thuissituatie. Dus dat proberen we te doorbreken door het ruimer te gaan bekijken.